65.5 is wederom een wat langere paragraaf, dus ik zal je niet vervelen met pakken in dit geval. Wel, altijd leuk om mensen te vervelen. Maar dat zal ik nu niet doen. Oké, tomen de ergon ex ergastai moi. Ik kom in deze screencast op twee grammaticale dingen terug, namelijk op het gebruik van een paar rare gebruiksvormen van de dativus en op het vertalen van het perfectum in het Grieks. Dus dat kondig ik je vast bij deze aan. Ik begin met to de ergon ex ergastai moi. Daar heb je die dativus al waar ik het over had. Het werk, of de daad, is volbracht. Mooi. Je zou verwachten dat je gaat vertalen voor mij, maar je wordt bedoeld door mij. Het werk is dus door mij volbracht. Dat kan bij een passieve constructie wel vaker gebeuren, dat je dus een dativus zou moeten vertalen met de handelende persoon. Laat ik je zo nog een keer zien. Kai smerden ton curu merkete humin eonte logizeste. Logizeste is in dit geval een imperativus. En jullie moeten bedenken. En dan komt er een ACI of in dit geval een ACP. Dat smerdes ton curu, daar hebben we al vaker gezien. Smerdes de van Cyrus. Smerdes de zoon van Kuros. Er voor jullie, dus normaal gesproken voor jullie, Merketi niet meer, zelfs als Oeketi, niet meer Eonta van Aimi zijn. En niet meer is. En, nog iets, en de hoi magoi, die horen bij elkaar, en de magiërs, krateusi, zijn humin voor jullie, zijn jullie de baas over de regering. En hier is dat voor jullie ook weer een beetje raar, want dat is geen meewerkend voorwerp of zo. Nou, in dit bovenste geval heb je te maken met een dativus auctoris. Die geeft aan de handelende persoon. Je vertaalt dan door. Het werk is door mij volbracht. In dit geval, de magiërs zijn jullie de baas over de regering, is iets wat in het Limburgs toch wel heel erg veel voorkomt. Dat is namelijk het ismichet. Het is een ismichet dativus. Een soort dativus die je gebruikt om zo wel een betrokkenheid erbij te hebben, maar toch net geen meewerkend voorwerpspersoon aangeeft. Dus vaak heel moeilijk te vertalen. Het ismichet is eigenlijk daarvan wel het beste voorbeeld. Dan heb je die gehad. Ton Elipon, die ik als opzichter ton Oikion van het paleis achterliet. Kai ho ekeino Adelphios Smerdis. En de broer van hem, namelijk Smerdis. Dus de magiërs zijn jullie nou de baas over de regering. En dat is zowel degene die ik als opzichter van het paleis achterliet, als ook zijn broer Smerdis. Dus het zijn twee personen. Net zoals je weet uit het verhaal dat er twee mensen bij betrokken waren om dat te doen. Nou, ik aarzel wat in mijn stem de hele tijd. Ik moet even mijn hoofd erbij houden. Ik begin alweer bij Ton Men Nun Malista Grijn. Degene die voor mij Nun Malista nu het meest had moeten helpen. Grijn en Timore Ein horen bij elkaar. Dus Grijn is hier het werkwoord had moeten. Het was nodig. Het was nodig dat degene die mij nu het meeste had moeten helpen. En nu kom ik twee keer tot een perfectum. Je ziet het al aankomen. Pepon totos teluitijken. Nou, Pepon totos, ik ga het even heel overdreven vertalen. Ik herken aan de republicatie het perfectum. Ik zie hier dit in een genitieve staan. Pepon totos en emau zie ik in een genitieve staan. Dus ik ga heel erg als een
perfectum vertalen, terwijl mij in een toestand van, terwijl ik mij in een toestand bevind van het door de magiërs schandelijke zaken te hebben doorstaan. Dus hier ben ik vergeten, terwijl ik mij door alle dingen in het verleden, nu in het heden, als resultaat in een toestand bevind van het door de magiërs schandelijke zaken te hebben doorstaan. Dat geeft dat perfectum aan. Ik zit nou in de shit. Daar. Het door de magiërs. En hutos men anosi hoi moroi titeleke. En die, en dat is degene die het meest had moeten helpen, die titeleiteke. Die bevindt zich nu door een anosi hoi moroi, door een goddelijke moord, die in het verleden plaats heeft gevonden en die ertoe geleid heeft dat er nu in het heden als resultaat een toestand van gestorven zijn is ingezet. Dus een perfectum geeft altijd de handeling aan als resultaat van een handeling in het verleden, waardoor er een toestand in het heden is ontstaan. Twee woorden, een resultaat en een toestand. Dus, en die bevindt zich nou in die toestand door de aan hemzelf meest verwante personen. Nou, oikejotatoon, hier heb je dat tat nog eens een keer als superlatieves kenmerk. Hebben we het al eens eerder in deze passage over gehad. Ik heb even wat zitten hakkelen, was niet de bedoeling, maar ik hoop dat het resultaat is, perfectum resultaat, dat je nu in een toestand bevindt van deze tekst begrepen te hebben. Om het maar eens perfectief te formuleren. En bij dit perfectum had natuurlijk niks anders gepast dan een leuk pak. Maar dat komt misschien nog wel weer een keer.